Ik ben Sabine, ik ben 49 jaar en ik heb reumatoïde artritis. Dat is eigenlijk begonnen vlak na de geboorte van mijn oudste zoon, nu 19 jaar geleden. En ik kreeg gewrichtspijnen, pijn in mijn schouders, knieën, enkels. En ik wist niet van waar die pijn kwam, maar na een bezoek aan de dokter werd de diagnose reumatoïde artritis gesteld. Voor mij was dat echt een donderslag bij heldere hemel, want reuma, dat was voor mij een ziekte die voornamelijk bij oude mensen voorkwam. Zeker niet bij een jonge, pas bevallen moeder. Ik had ook in het verleden nooit symptomen gehad, nooit gewrichtspijnen. Maar het was eigenlijk wel vrij duidelijk dat dat een impact ging hebben op mijn verdere leven. Met de juiste medicatie en ook dus de hulp van een heel goede reumatoloog heb ik eigenlijk de pijn onder controle kunnen houden. Ik heb nog periodes dat ik pijn heb en dat gaat van een lichte, zinderende pijn, meestal in polsen of handen, tot iets hevigere pijn opstoten, maar het blijft leefbaar. En ik vind het ook heel belangrijk dat ik mijn werk heb kunnen behouden. Ik vind het heel belangrijk dat je luistert naar je eigen lichaam, ook het advies van de reumatoloog opvolgt, ook de medicijnen correct nemen en blijven bewegen, zodat je niet vastgeroest raakt. Maar daarnaast probeer ik ook gezond te leven, weinig stress en vooral positief te zijn in het leven. Want dat zijn voor mij persoonlijk zaken die ertoe bijdragen dat ik een bijna pijnvrij leven kan leiden.